lieve mensen, daar zijn we weer. Stappen bij het concept Stoort Apeldoorn. Wat ik van de week al meldde op Facebook. De verrassing wat er in die nieuwe dozen met nieuwe materialen binnen zou komen. Nou, het is eigenlijk te veel voor woorden. En eigenlijk relatief gezien ook enorm druk in de winkel. Cameraman is er niet, dus het is een klein beetje behelpen. Maar toch weer leuke items weten te scoren, zeg maar. Zoals je ziet heb ik een nieuwe rugzak van Specialized op. Een heel robuuste tas. Met verschillende vlakken. Echt robuust materiaal. Handvat eraan dat je hem goed vast kan pakken en dragen. Het mooie is dat hier een vak op zit. Of eigenlijk een mogelijkheid om de helm te dragen. Dat hij goed vast zit. Goed ventilerend materiaal. Sterke banden. Kortom, een leuk item. Ik ga op vakantie nemen mee. De Specialized rusttas. Echt leuk om erbij te hebben. Verschillende nieuwe modellen zadels. Bijvoorbeeld de nieuwe Venom. Is compleet nieuw ontwikkeld. Hij is wat meer ronder. Is een stuk comfortabeler. Ik heb er al een tijdje mee getest. Ik heb er meer afzet mee. Hij zit comfortabel, wat ik al zei. En de bovenkant is low friction. Nou, wat je wel eens hebt als je verschuift op het zadel. Dat ook de fietsbroek een beetje verfrommelt. Dat gaat nu allemaal veel makkelijker. Dat irriteert dus minder. Minder kans op schuurplekken. In verschillende vormen, kwaliteiten. Met een chromolybdeen onderkant. Een titanium onderkant. En een carbon onderkant voor de Pro. Zo zijn er verschillende modellen zadels binnengekomen. Ook voor de dames overigens. Ook verschillende helmen, kleding, t-shirts. Nou, staat die me goed of staat die me niet goed? Leuk, ze hebben verschillende modellen binnengekregen. En €19,90 voor een kwaliteitsshirt. Is echt niet te gek. Nou, dan wil ik de rol even omdraaien. Want wat misschien niet bekend is. Is dat de dameshelmen. De dameshelmen hebben een haircord. Nou, dat laten we even zien. Wanneer je lang haar hebt als dame zijn, dan kun je die altijd moeilijk in je helm kwijt. Ja, je mag hem nu wel even afzetten. En dan zul je zien dat de helm ook veel makkelijker af te zetten is. Dat je niet loopt te klieren met je lange haar in de helm vast. Dit is een flexibel stuk wat ervoor zorgt dat die helm echt comfortabel op je hoofd zit. Nou, ik draai hem weer even om. Nou, en dan moet ik zeggen, tot de volgende keer met leuke nieuwe items. Doei!